Welkom bij Gelderland Helpt. Vandaag vragen stichtingen uit de provincie uw hulp tijdens NL Doet. Maar eerst gaan we terug naar... Ik verzamel Timmermans potloden en afgekort is dat typo's. Timmermans potloden. In 2017 deed Jaap uit Dieren een oproep bij Gelderland Helpt. En ja, hoe ik er kom weet ik niet. Ik had zelf geen potloden, want ik ben nooit timmerman geweest. Maar ik heb altijd in het bouw gezeten. En toch is er een keer van gekomen. Ik vind het leuk. Het komt ook door de kleuren. De kleuren, ja, er zijn zoveel kleuren. Ik heb ze ook allemaal in de computer staan. En als ik een nieuwe krijg, dan zet ik die onderaan mijn lijstje in het rood. En dan ga ik sorteren. En dan weet ik precies, die potlood moet dan achter die andere potlood. Dan kan ik ze zo invoegen. Er zijn drie lengtes. 17 centimeter, 24 centimeter en 30 centimeter. En er zijn... vier vormen, ovale, platte, driehoekspotloden en ovale met een recht kantje, zoals deze. Als een timmerman potlood die vroeger aan de werkbank heel veel werk deed en zijn materiaal af moest schrijven, zijn hout en een rond potlood, als die op de grond valt, is die weg. Vandaar de ovale vorm. Daar is mee begonnen. En uiteindelijk zijn de platte en driehoek en andere vormen gekomen. Het puntenslijpen, ja, dat is een vak apart. Natuurlijk staat de kunst niet stil. Hebben ze puntenslijpers. Maar ik heb nog geen timmerman gezien die die gebruikt. Wat er wel gebruikt is natuurlijk de beitel. Dan kun je zo een puntje dan slijpen. Ja, mijn oproep is natuurlijk potloden, timmermanspotloden, helen. Jaap kreeg wel meer dan 240 nieuwe potloden binnen. Inmiddels stelt zijn verzameling 1500 verschillende typo's. Maar Jaap wordt nog altijd blij van meer. Kunt u hem helpen? Ga dan naar gelderlandhelpt.nl. Vorige week deden we een oproep om je NL Doet-actie aan te melden als je nog op zoek was naar nog meer vrijwilligers. En dat deed Landschapsbeheer Goesbeek voor hun NL Doet-actie. Hallo allemaal. 14 maart gaan we met Landschapsbeheer Goesbeek nestkastjes maken voor de koolmezen en de pumpenmezen om de processierups te bestrijden. Ook vrienden van Verdandi uit Zutphen zoeken tijdens NL Doet extra handjes. Wij zijn van stichting Vrienden van Verdandi en zijn op zoek naar uw hulp. Op de NL Doet-dag van zaterdag 14 maart... willen wij ons inzetten om de tuin rondom Helios weer een opfrisbeurt te geven. U bent allemaal welkom om te komen helpen. Koffie, thee, gebak is aanwezig van 9 tot 12 op de Galgei in Goesbeek. Er wordt gezorgd voor koffie en thee en voor een heerlijke lunch. Dus u bent van harte welkom op Loverendalen 10 te Zutphen op 14 maart vanaf 10 uur. Meld u aan en doe ook mee aan NL Doet. Voor meer informatie kijk op onze site gelderlandhelpt.nl. Hier kunt u ook een hulpvraag insturen. 5 jaar geleden starten we met Gelderland Helpt op televisie. Welkom bij de allereerste uitzending van Gelderland Helpt. In die 5 jaar hebben we al heel veel Gelderlanders samengebracht en een hoop vragen opgelost. En daar gaan we natuurlijk nog heel veel jaren mee door. Wij zijn nu op zoek naar kleine muziekinstrumentjes. Wie kan me helpen aan een rugleuning, een losse rugleuning? En daar heb ik echt hulp bij nodig, ja. Het liefst de vaste plant. Maar je hebt het boek al, dus wat is je vraag dan? Of ik aan die plaatjes kan komen. Aan die plaatjes? Ja. Echt dat ik een kus, hè? Dus wat wij zoeken... Een vriend of zo. Ik denk niet van al die vrouwen. Want dat zou heel leuk zijn. We hebben geen idee. Het kan van opa Drenthe zijn, het kan van opa Apeldoorn zijn. Oké. Ik zoek een maatje. U kunt het zo gek niet bedenken. Of u kunt het vragen. En samen lossen we die vragen weer op. Ja, je zegt ja. Nee, dat bevalt me goed. Ik hoop dat er echt iemand blij mee kan maken. Dus bent u ook op zoek naar iets?
iemand die ouderwets kan stoppen. Inzamelen van doppen. Vrijwilligers die ons willen helpen met de dierverzorging. Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die goed kan sleutelen. Die is een hele grote. Ik hoop dat een hoop mensen van kunnen genieten. Ga dan naar GelderlandHelpt.nl en stuur uw vraag in. Nou, meld je aan jongens, want gered worden is wel fijn hoor. Laat het ons weten via GelderlandHelpt.nl. We hebben alvast een hele mooie doos voor je verzameld. Met heel veel stickerverf. Ja, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal met je mooie strik eromheen. Echt. Bedankt voor het kijken.